Hielke 530 werd geboren als Hielke LW en gefokt door de familie Ludema. Hielke komt uit stam 1 en hij is een neef van de centrale keuringskampioen uit 2022, Janke LW. Hun moeders zijn halfzusters. Hielke 530 is de eerste goedgekeurde zoon van Jurre 495 en hij komt uit stermerrie van Jisse 433. Zijn stokmaat is 1,63 meter. Zijn verwantschap is 18%. Hielke 530 is een vriendelijke en intelligente hengst. Hij heeft looplust, is fijn bewerkbaar en blijft op de ruiter en mennen gefocust, ook in spannende situaties. Hielke 530 is een jeugdige hengst met een luxe rasuitstraling en veel front. In bouw mocht Hielke wat meer voorbeenlengte hebben en zijn rug is wat gezonken. Zijn beenwerk is hard en droog met royale hoeven. Hielke 530 heeft als 4-jarige het centraal onderzoek doorlopen en heeft laten zien over veel aanleg als rij, men en tuigpaard te beschikken. In zijn draf laat hij veel techniek en buiging in het achterbeen zien. Hij schakelt makkelijk, rijst in de schoft en legt zijn voorbenen goed uit. Hij galoppeert met gemak, opwaarts en de hengst laat daarbij veel lichaamsgebruik zien. Zijn stap is zuiver, maar wisselend en mist ruimte. Waarbij de stap onder het zadel duidelijk beter is dan in het aangespannen werk. Hielke 530 past op langgeleinde en goed stappende merries met voldoende maat. Hij kan het achterbeen gebruiken in draf en de souplesse verbeteren, alsmede de galop en het karakter.